Ons brein en onze geest zijn meer dan een optelsom van chemische reacties, volgens neurobioloog Jeroen Geurts. Daarom kijkt hij graag buiten de grenzen van zijn vakgebied. Aan het VUMC in Amsterdam onderzoekt hij met een multidisciplinair team waar het bij patiënten met MS fout loopt. Met de nieuwste scantechnieken kijkt hij in ons brein, niet op zoek naar antwoorden, maar juist naar betere vragen. Mijn team en ik doen onderzoek aan de ziekte MS. En MS werd altijd gezien als een ziekte van de witte stof, de verbindende banen in de hersenen. Maar eigenlijk zijn wij daar over de afgelopen jaren achtergekomen dat die afwijkingen bij MS niet alleen in de witte stof, maar ook in de grijze stof zitten. De gebieden in de hersenen waar zenuwcellen zitten. En dat heeft eigenlijk een enorme paradigma shift in het veld teweeggebracht. We zijn veel meer gaan nadenken bijvoorbeeld over cognitie. Cognitieve problemen bij MS-patiënten uiten zich door bijvoorbeeld aandachts- of geheugenproblematiek. En we snapten eigenlijk niet zo goed op basis van alleen die witte stofafwijkingen hoe die problemen nou ontstonden. Om het onderzoek te doen dat wij doen, heb je een breed multidisciplinair team nodig. In mijn onderzoeksgroep zitten dan ook artsen, medisch biologen, neurobiologen, psychologen. En samen bespreken we iedere week alle concepten, gezamenlijke ideeën, de aanpak voor het onderzoek. In het algemeen zou je kunnen zeggen dat we vooral werken met imaging technieken. We proberen bijvoorbeeld met MRI structuur en ook functie van het brein in kaart te brengen. En te kijken of afwijkingen daarin verklaren waarom MS-patiënten cognitieproblemen hebben. Maar we proberen ook onder de microscoop allerlei subtielere afwijkingen te vinden en op die manier te verklaren hoe MS misschien ook wel ontstaat. De hoop uiteindelijk is natuurlijk dat we de oorzaak van MS gaan vinden. En daar zet ik wel op in. En de hoop voor het andere deel van het onderzoek, namelijk het cognitieonderzoek, is dat we toe gaan werken naar een zogenaamd cognitief revalidatiecentrum, waar MS-patiënten met hun klacht terecht kunnen en waar ze dan goede begeleiding krijgen, maar waar ook state-of-the-art onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak van hun klachten. Het is fascinerend om hersenonderzoek te doen en zeker in deze tijd. Er is in de afgelopen jaren zo ontzettend veel gebeurd. Er is zoveel mogelijk qua technieken en methodes dat we langzamerhand niet meer weten welke vragen we moeten stellen om verder te komen. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik de afgelopen tijd steeds tegen mijn team zeg, tegen mijn studenten zeg. Het gaat erom dat we hele goede vragen stellen in de neurowetenschappen. De antwoorden zijn er massaal. En we zijn erg antwoordgedreven de laatste tijd. Maar het is eigenlijk veel beter om een beetje filosofische verdieping op te zoeken. Om een vraag te hebben die je verder brengt en weer bij een volgende vraag. Het stellen van een goede vraag is veel beter dan het hebben van een tijdelijk geldig antwoord.